Een heel goede middag, dames en heren. We zijn vandaag in het Bassin Maastricht en we gaan langs bij ondernemer Ron Koenen van KPE. Hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. Zonnetje schijnt in zowel letterlijk als figuurlijk vandaag. Dus wat willen we nog meer? Hoe gaat het met trainingsbedrijf, ontwikkelingsbedrijf, voornamelijk in bouw en makelaarij? Hoe gaat het in die sectoren en in de trainingssector? De sectoren gaat eigenlijk heel goed. Het mooie is, binnen de bouwsector constateren we dat er heel snel geschakeld is vanuit de brancheorganisatie, dat er convenanten zijn zodat men goed kan doorwerken. Dat is heel mooi. De bouwactiviteiten blijven voortgaan. Binnen de vastgoed, en je focussen zojuist op makelaardij, dat zal niemand ontgaan dat het daar ook heel goed gaat. Ja. Dus de markt, of de branches, die draaien eigenlijk heel goed door. We zijn nu een jaar verder sinds de eerste lockdown, zeg maar. Jullie sectoren, jullie branches draaien goed door. Zijn jullie ook continu goed blijven doorgaan als je nu een jaar terugkijkt? Of is dat met ups en downs gegaan? Dat is wel serieus met ups en downs gegaan. In die zin, ruim een jaar geleden, maart 2020... zag je dat alle bedrijven alles stopten als het gaat over onze dienstverlening, hè, het ontwikkelen van mensen die actief zijn binnen die bouw- en vastgoedbranche. Dus uiteindelijk was toen heel even niks, schrikreactie, daarna hebben we de draad weer goed kunnen oppakken, eigenlijk door twee dingen te kunnen doen. Enerzijds echt focus op ontwikkelen, hè, dus nieuwe programma's ontwikkelen, nieuwe samenwerkingsverbanden proberen aan te gaan, vaststellen waar zal de markt in de toekomst nog meer behoefte aan hebben. En anderzijds online, maar dat zal ook niemand ontgaan zijn, nee, dat wij met betrekking tot permanent educatie met name gewoon onze programma's online geaccrediteerd hebben heel snel, zodat we daar eigenlijk door konden blijven gaan. Dus we zijn nu april 2021, je merkt nu ook echt vanuit de bedrijven weer de behoefte om, ja, ook toch wel fysiek samen te komen weer voor die trainingen. Ja, die behoefte is er eigenlijk altijd geweest. Ja. Alleen wat je zag is dat men constant de gedachte heeft gehad van over 2 maanden mogen we weer bij elkaar komen. Of 3 maanden kan het weer. Of 2 weken mag dus het weer. Laten we nog maar even wachten. Dus ja. Een stukje uitstelgedrag, laten we heel even wachten, want dan mag het weer. Ja. Nou, en wat men langzamerhand wel heeft is dat men zegt van dat wachten heeft geen zin meer, want het gaat serieus achterlopen in het kader van het faciliteren van ontwikkelprogramma's voor onze medewerkers. Ja. Dus hoe dan ook willen wij dat wij daar aandacht aan besteden op welke manier dan ook. Men is bang voor achterstand in de ontwikkeling, zeg je. Er is afgelopen jaar doorgetraind met de gedeelte online. Dus we kunnen niet echt zeggen dat er een achterstand is nu op dit moment. Die moet worden ingehaald. Nee. Dat niet. Nee, kijk, zoals we dat ook in de krant lezen, leerachterstand, daar geloof ik persoonlijk niet zo in. Nee. Ik noem het veel eerder leefachterstand. Dat geldt zowel voor de jongeren onder ons, die gewoon op een middelbare school of op het beroepsonderwijs of universiteiten zitten. Met name daar is leefachterstand een thema. Leerachterstand hebben we redelijk goed kunnen opvangen, zowel in reguliere onderwijsinstellingen als partijen zoals wij. Het fysieke bij elkaar komen, het sociale ontwikkelen van mensen, dat is wel een ding geweest afgelopen jaar waar we achterstand in opgelopen hebben. Onze ontwikkelprogramma's, en een ontwikkelprogramma kan bestaat uit cursussen, trainingen, opleidingen en of coachingsmomenten. Die hebben wij allemaal ontwikkeld in eigenlijk 3 dimensies. En die 3 dimensies, 2 heb je er zojuist genoemd, dat is online, offline, en wij hebben daaraan toegevoegd work. En wat we dan doen is met name ook de meetbaarheid van het geleerde in de werkomgeving van het individu. Dus we hebben een theoretisch thema wat we online doen, bijvoorbeeld door middel van een e-learning. De deelnemer kan dat op zijn eigen moment, op zijn eigen plek, waar dan ook volgen en zijn studie daarin
volgen. Ja. Vervolgens heb je de offline momenten of de real-time momenten, hè, dat we echt bij elkaar komen en simuleren hetgene wat er geleerd is vanuit de theorie, zodat men ook een vaardigheid ontwikkelt. Maar die derde factor, en dat is uniek vanuit de KPE-groep, is dat we echt ook die verificatie doen in de praktijk. Hè. Hetgene wat in theorie geleerd is, hetgene wat bij de fysieke bijeenkomst aan de orde is gekomen, om dat uiteindelijk ook af te toetsen in die dagelijkse praktijk. Lijkt me een cruciale stap, want misschien niet iedereen is daartoe in staat om dat zelf om te schakelen naar zijn of haar eigen werkomgeving. Hè? Zeker een cruciale stap. En ook een stap die heel vaak vergeten wordt. We horen heel vaak in de markt, hè, blended, dat betekent online, offline. Ja. Dat is vooral het leren, maar het meetbaar maken van het geleerde, oftewel het leerrendement vaststellen, dat kun je eigenlijk vooral in de werkomgeving. En omdat wij werken, of onze diensten vooral aanbieden aan mensen die werkzaam zijn binnen die bouw- en vastgoedbranche, is dat een cruciale. Ja. Jullie hebben dus afgelopen jaar jullie online tak flink uitgebouwd, zeg maar, of die faciliteiten en de mogelijkheden. Welke andere initiatieven hebben jullie nog ondernomen de laatste jaar? Dus we hebben echt gefocust op het ontwikkelen van nieuwe programma's. En twee hele mooie resultaten om te noemen zijn KPE Brain Based Safety. Dat is een integraal ontwikkelprogramma op het thema veiligheid. Mm-hmm. En een tweede, wat ik heel leuk vind om te noemen, is een samenwerking met Charles van Gogh, waarbij we eigenlijk het thema hospitality uitontwikkeld hebben onder de vlag van Q-staff. Yeah. Waarbij we echt hospitality, klantgerichtheid, alles wat daarmee te maken heeft, kunnen aanbieden aan onze relaties. En daar kun je dan de kennis van wat jullie zowel bij KPE hebben als de gastvrijheidskennis van Mise en Place eigenlijk in samenvoegen eigenlijk. Ja, dus wat we eigenlijk doen is de kennis, kunde, ervaring van Mise en Place op het gebied van hospitality en de kennis, ervaring en kunde van KPE op het gebied van ontwikkelen van mensen samenvoegen om dat uiteindelijk in gave programma's te realiseren voor directieteams, voor projectteams, voor managementteams. Dat is eigenlijk de doelgroep die we daar faciliteren. Okay. Naast de doelgroepen die je net opnoemt, zag ik ook al voorbij komen een doelgroep jongeren die jullie in de zomer willen gaan bereiken met een bepaald programma. Hè? Dat is wel heel leuk. Ja. Ook een leuke resultante van het afgelopen jaar is dat wij constateerden dat met name de doelgroep 15, 16, 17 jaar die heel druk zijn met welke keuzes moet ik nu maken als het gaat over studiekeuze, die uiteindelijk bepaald is voor de rest van iemand zijn leven. Hè. Het leven van die jongeren is een cruciaal moment welke keuze ga ik nu maken. Mm-hmm. En wat wij gedaan hebben afgelopen maanden is alle programma's die wij hebben, die we ook bij die directieteams doen, die we bij die projectteams doen, waar het ook gaat over het maken van essentiële keuzes, want dan in het bedrijfsleven, die te vertalen voor die jongeren. En dat bieden wij aan voor die jongeren. In het programma heet Discover Your Dreams. Ja. Met andere woorden, we helpen de jongeren om hun keuzes te maken die cruciaal zijn voor het leven, waaronder de studiekeuze. En we faciliteren dat tijdens een driedaags event. Okay. Jongeren zijn getroffen in de corona-epidemie, maar wij uiteraard allemaal zelf nog persoonlijk enigszins positief voor de komende maanden, of mag het nu toch wel langzaam gedaan zijn? Het mag zeker gedaan zijn als je bedoelt corona. Ja, precies. Positivisme heeft er altijd in gezeten. Wij kijken als bedrijf altijd naar de dingen die wel kunnen, niet naar de dingen die niet kunnen. En dat heeft het grote voordeel dat je ook wat nieuwe dingen ziet, dat je altijd met energie je activiteiten kan blijven uitvoeren en niet zozeer constant ben aan het denken, dat mag niet of dat kan niet, maar vooral kijken hoe kunnen we onze doelen wel bereiken en dat geeft je energie. Maar het zou fijn zijn als een doel bereikt is, weer samen het glas op het terras kunnen heffen. Niet, dat moment daar ben ik wel persoonlijk heel erg aan toe. Ja. Met name ook de toevallige ontmoetingen die je serieus mist. Ja. Goed, ook daarvan zoeken wat kan er wel. Dus daar proberen we dat op een andere manier wel wat dingen voor te doen. Ja. En het gaat eraan komen. Dus nog even geduld, Ron, en dan komt het helemaal goed. Ja, we hopen het. We hopen het. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Top.